Die hebben het net hier een beetje opgewarmd, al die kinderen, met een aantal liedjes. En zometeen gaan we ook een liedje horen. En dat wordt ook gezongen door Denise Jenna, wereldberoemde jazzzangeres. En zij gaat zometeen een liedje zingen dat heet Different Colors. Different Colors, One Rainbow. En dat is een liedje met een boodschap. En wat die boodschap is, dat zullen we zometeen horen. Want dit wordt uitgezonden over wel 60 landen. Dus dat is natuurlijk super spannend. Denise Jenna, Different Colors, One Rainbow. Welcome to Amsterdam, the beautiful capital of Holland. For me and the people of my city, it's a great honor to participate in the worldwide millennium celebrations. Some people hate each other just because of their color. Look around, and you will see that there ain't enough harmony. We got different cultures everywhere. This only means there's much we can share. If we just start to change up all our ways and bury the cliches, this is the day, this be the battle of life. You know this, yo, we all gonna call this right. We are the world, we all getting this together now. Everybody throw their hands up in the air now. Let's go like this, and we go like that. If you wanna go around, but we go like that. Check it out one time, let's go, come on, man. Different colors.
maak er iets moois van. Hallo, mag ik jou wat vragen? Ik wilde weten hoe het ging. Dat is voor het programma van de NOS. Hoe ging dat zingen? Dat ging perfect. Maar is dat niet doodeng? Want je bent in zoveel landen tegelijk te zien. Nee, het is niet zo eng hoor, nee. Als je inlevert op het publiek, dan is het meteen een heerlijk gevoel. Mm-hmm. Ja, en ze gaan meteen meeklappen. Dat is leuk. Hoe het liedje dat heet Different Colors One Rainbow, kun je vertellen waar dat over gaat? Ja, ik heb van Denise gehoord dat het over, ja, je moet niet racistisch zijn, je moet gewoon, een wereld is een wereld en het gaat niet over alleen maar blanken of alleen maar negers. Nee. Het gaat over allerlei culturen. Jij hebt ook gezongen, hoe vond jij het gaan? Ja, het ging wel goed, ja. Het is ook leuk dat het andere koor erachter stond als extra versterking. Dat was hartstikke gaaf en Denise deed hartstikke goed en Eli natuurlijk, echt heel gaaf, ja. En hebben jullie nog kunnen oefenen eigenlijk van tevoren? Ja, we hebben net een soundcheck gehad. Ik denk dat het rond 4 uur was, 3:30 zoiets. En met z'n allen even alvast gezongen om te kijken hoe het klonk en door de microfoon en zo. Ah, het is hartstikke gaaf, echt heel gaaf. Wel eens eerder met Denise Jenna gezongen? Nee, we hadden gerepeteerd dinsdag met haar en dat was echt hartstikke leuk. Ja, en dit was eigenlijk de eerste keer dat ik echt met Denise Jenna wel, ja. Hartstikke goed, goed gedaan. Dank je.